Ninja. Zo, dat is een relaxed dagje voor jullie, hè? Ja, nog één wedstrijdje, dan mag hij weer op de trailer. Maar ik bedoel, een paar zeilen. Ja, voor de uitslag hoeven we niet meer doen, want de hoofdprijs is binnen. Maar we gaan wel even op best doen, natuurlijk. En redelijk overtuigend, hè? Ja, 5 beentjes. Ja. En dan de Sneekweek. Ja, de Sneekweek is een van de mooiste, grootste evenementen van het land. Dus, wel vaak gevaar? Nou, vanaf 70 jaar, ik kom al hier. Ik heb het ook vaak niet meegedaan, maar... Altijd in Spanker? Altijd in Spanker. Spanker is een fantastisch mooi schip. En er hangen al wat borden aan de muur bij jullie? Nou, ze staan in de kast, moet ik je ook zeggen. Maar er komt nu eentje aan de muur. Het is wel een heel mooie. We varen nu 25 jaar samen. Het is ons jubileumjaar, dus... Het jubileumjaar, de Sneekweek winnen. Mooie kan bijna niet. Dat is een... mooie kroon op het werk. Ja. Jij bent de stuurman? Ik ben stuurman. Maar het is natuurlijk een echte teamsport, hè. En Frans is een fantastische bemanning, dus dan maak ik een feestje elke keer. Ik hoor net dat je een fantastische bemanning bent. Ja, ik zeg altijd, ik faciliteer, dus hij kan zijn ding doen en sturen. En ik zorg dat de boel op snelheid blijft. Wat maakt spankenzeilen lastig? Ja, niet zozeer lastig, maar het is wat gezegd, het is teamsport. Je moet het samen doen en samen het maximale eruit halen. Hoe gaan jullie deze dag nog in? Nog een keer eentje varen? We gaan het proberen, maar of we nog kunnen opbrengen, dat zullen we moeten zien. Jullie hebben het gisteren al gevierd? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Maar wil je niet altijd winnen? Ja, als we meedoen willen we winnen. Jullie willen nog even uitstel, dus nog even tijd om aan de wedstrijd te gaan wennen. Dan hebben we nog een bakje en dan gaan we er weer voor. Succes vandaag. Dankjewel.